Een hele mooie app voor om exact te weten hoeveel uur je nog over hebt. En dan kun je zien hoeveel uur, of je klikt erop en dan zie je hoeveel dagen je nog vrij hebt. Dus, en dan is volgend jaar weer natuurlijk weer inplannen. Dus, eerst even kijken. Draait dit petje subs van Blackpool South Orms Kirk. Welkom in de base. Wij doen in ieder geval de AWS in ieder geval aan. Headlights, regenlights, Armskirk, Blackpool, Armskirk, unlock the doors, dat doen wij zeker. Ook al zijn er behoorlijk wat mensen in, maar goed. Wij doen de sleutel hierin. We draaien de sleutel naar om. Dan doen wij een klepje open. En dat lukken wij op de open doors. Klepje dicht. Ik wil er wel uit mensen. Dank u. Welkom in Blackpool South. Zoals je ziet, vroeger was hier volgens mij veel meer spoor. En ging ons spoor ook een stukje door. Maar dan ging het weer. Gaat heel goed. Eens even kijken. Hier doen wij de destination lights aan. Even lekker draaien aan het hendeltje. Zo. Als jij denkt dat de bounciness vorige week nog was, dat is zeker meer. Dus, dicht. Le off. Le close. Le sit. En we mogen gaan. Voor Paul. Ik hou van deze boot, echt serieus. Ik vind dit echt geweldig. Misschien is het even kijken of mijn audio source correct is. Mijn audio source is niet. Volgens mij horen jullie mij nu beter dan zo net, maar volgens mij werd ik een beetje overstemd. Oh ja, trouwens, dit is de Mastery Tegel. Ze zijn het Pleasure Beach Station. Vanwege een Pleasure Beach aan het maken. En we hebben een omroep. Werkt in de tijd tegenwoordig.
Oh, crap. Ze moeten maar wat verder lopen. Nou, wat wij ook kunnen doen is de AI de deurtje laten. Nou, ik moet zeggen, je komt heel veel vanuit een spul hier tegen hoor. Dat wil je niet weten. Maar ik zal zo meteen wel laten zien hoe erg ernstig dit ondertussen aan bouncen is. Gaan we weer. Nou, voor degenen die nog niet de kaart hebben gezien. We zijn hier begonnen in Blackpool South. Dit is Blackpool Noord. Hier ligt Preston. En hier ligt Ormskirk. Dus we hebben dit stukje hierboven is alleen maar voor vracht, zeg maar. En ja, vroeger ging het spoor door hier. En nee, ze gaan het niet meer. Ze hebben land verkocht, dus ze kunnen niks meer daarmee van maken. Het is donker. Er wordt immer nog golven trouwens. Dit is nog niet eens zo erg. Ik voel wat zo te nog erg. Oh, die is met mij. Sit ends on the sea. Dan denk ik eerder dat je een beetje richting de railcar moet denken, zeg maar, van GWI. Maar ik zie er overeenkomst een beetje, ja. Ik vind het wel grappig. Dit is echt serieus volgens mij een station wat ze ondertussen drie kwart aan het slopen hebben gesloopt. Er zijn trouwens twee developers trouwens. En diegene die je trouwens met de stem hoort is deze. Dus de Thomas Train Sim Tom van Train Sim TV. Mocht je daar wat zeggen op YouTube, dan is dat deze persoon. Dat is verkeerd. Beter. Let's go.
ook in deze, ook in Tracer World, zeg maar, komen drie varianten van motoren mee. Dit is de Leland engine. Dan heb je de Cummins engine met één bepaalde gearbox, zeg maar. En nog een Cummins, dezelfde Cummins engine, maar dan met een andere gearbox. Dus die rijden totaal anders. En de oversteek van de ene naar de andere kant is een helft job. Enstel en Verheven. Wat zeg, het is wel efficiënt met ze. Volgens mij gaan ze allemaal naar dezelfde kapper. Je mag niet meer mee. Ja, we moeten instappen zodra het komt. De laatste was zo frustreerd dat hij niet mee mocht.
kunnen wij deze keer wel weer de deurtje doen. Boom. Klak. Klak. Naar binnen. Mooi. Dan zijn je nu te laat. Wat saai. Heb je als machinist nog wel wat beweging als je telkens moet opstaan de deuren bedienen? Nou, in deze tijd hadden zij ook train attendees. Ik weet niet voor conducteur, zeg maar. Dus je had de machinist en je zat aan de andere kant van de trein. Daar zat meestal, zoals tegenwoordig, daar zit de conducteur, zet dat, die moet de deuren open en dicht. En de kaartjes checken en wat dan ook. Machinisten zit je eigenlijk altijd hier. Ja, dat is wel leuk. Dus even kijken, waar zitten wij ondertussen? In deze tijd van Engeland moet je als machinist maar weten dat er een 35 mijl per uur speedlimit kwam. Maar dat wist je wel, want je had meestal 1 of 2 lijntjes die je deed. Je moet eerst nog langs Preston inderdaad. Oh, ik weet het al. Oh ja, dit is ook een van de collectibles die je kunt sparen. Dit maar nog een zandkasteeltje hebben.
Nieuwe mensen hebben pech, want die moeten echt lang wachten. Wij mogen nog niet gaan. We waren hier te vroeg. Dus de deurtjes dicht doen. Een bus die er op een andere manier de weg oversteekt. We hebben nog een 35 limit tot bij dit bordje. Komt goed. Limit is 70. Limited 55 zometeen, dus de tractiehendel naar beneden. Zodra we in de buurt komen. Ik weet waar de meterstanden zit, zeg maar. Dan kan ze in principe kan ik ze wel lezen hier. Grote deel staan. Oh, great. Tractie erbij. Maar kan ook heel makkelijk zeg maar nu met mijn muis zeg maar gewoon zo doen. Oh, die vergeten dat trouwens in deze tijd, hè. Je ziet AWS hier aan de zijkant, zeg maar deze. Maar die doet niet veel. Die doet een beetje bij Preston doet hij wat. Volgens mij. En misschien bij Omskirk. Voor de rest eigenlijk niet echt. Dat lag hier toen nog niet. Richting de 30. Dank je, Tom. Het geluid trouwens komt omdat er inderdaad echt geen bogies zijn. Hè?
En ziet de bouncyness. Als je goed oplet, dan zie jij wanneer zeg maar zo'n joint, zeg maar, zo'n metalen plaat zeg maar, zit, dan gaat hij ook echt op en neer. Dus deze trein die reageert echt letterlijk op wat het spoor doet. Natuurlijk waren de sporen van Tracerworld van vroeger, de eerdere routes, waren niet helemaal je van het, zeg maar, omdat ze zeg maar, daar niet echt mee rekening hadden gehouden nog. Okay. 40. Ik vind het ook wel mooi. Als je trouwens de release stream, zeg maar, kijkt. En volgens mij ook wat video's van Trains TV, zeg maar. Over natuurlijk hun de Blackpool route, zeg maar. Dan kun je ook wel zien dat zij ook eigenlijk aan het materiaal wat DTG heeft, zeg maar. Ook al het materieel, zeg maar, wat je net voorbij zag komen. Wat mee wordt geleverd met de route. Dat zijn de wagons, zeg maar. De locomotieven niet. De 47 wel trouwens. Maar de andere die zijn een beetje aangepast, zeg maar, qua kleur. Wat meer real life. Dus dat is ook wel mooi. Ik moet zeggen, dit is wel een van eigenlijk misschien wel de beste route die er op dit moment te verkrijgen is. Ik ben trouwens inderdaad ook verder benieuwd wat dus de community verder gaat doen. Moeten we nog maar afwachten. Beetje dicht. Wij gaan naar Preston. Of misschien is het de compressiemarkt dat kan. Want ik draai wel volgens mij. Ik draai op ultra. Ik draai op 150%. Dus ik kan nog wel hoger zetten, maar dan krijg ik 4K scherm blijkbaar op mijn 1080p. Maar wat hij nu doet is hij rendert de game groter en maakt het dan klein, dus dan heb je meer de scherpte. Maar het kost veel FPS. En ik heb wat instellingen zeg maar, staan in mijn file om het al wat te verbeteren, zeg maar. Qua kwaliteit en dat heeft gewoon wat meer kracht nodig. En ik was vergeten dat hij 40 was. Dus ik wil hem ook niet te hoog doen. Dan moet ik nog een betere videokaart hebben. Want deze game die vraagt op dit moment, zeg maar, behoorlijk wat, zeg maar. En volgens mij valt het nu wel mee. Ja, valt nu wel mee. Dan heb ik nu ongeveer 70% van mijn GPU, maar op bepaalde routes dan is dat ding gewoon gepind. Dan is die gewoon 100%. Dus even kijken wat gebruikt hij. Ja, gebruikt iets van 5 gig aan system memory. En gebruikt 6,5 gig aan memory van de videokaart op dit moment. Dus laten we zo zeggen, je wilt eigenlijk echt met deze game eigenlijk een beetje dual stream hebben, zeg maar. Op zich, ik had het trouwens wel laten zien. Je kunt hem lager zelf. Nou, ik doe het eigenlijk niet. Anders heb ik veel te instellingen aanpassen. Maar wat je kunt doen is in de instellingen, zeg maar, heb je ultra. Ultra en high is niet heel veel verschil. Het heeft meer met de shadow textures te maken. Dan heb je daarna een setting medium. Wat medium doet, is die haalt een aantal bomen weg, zeg maar. En een stuk wat gras. Sowieso is, ik heb wat engine.ini settings die wat, die zorgt dat er zeg maar wat hogere kwaliteit zeg maar binnenkomt. Dat kan moordend zijn voor bepaalde videokaarten. Ik weet natuurlijk niet wat voor systeem je hebt.
als je aan de minimum, als je aan de aanbevolen eisen voldoet, zeg maar, die op Steam staat, dan werkt het goed. Maar als jij ook een, heb jij misschien een PlayStation 5 of een Xbox Series X, dus de echte dure Xbox serie, dan in principe zou je echt prima de game ook daar kunnen doen. En dan kun je weer geen mods doen. Wij moeten hier tenminste niet stoppen. Hier stoppen maar 3 treinen per dag. 2 heen, eentje terug. Leo, goedenavond. Mocht jij, Mark, bijvoorbeeld Steam gebruiken, zeg maar, om de game te doen, zeg maar. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je Train Simulator doet. Maar mocht je Steam gebruiken, dan kun je hem in principe gewoon aanschaffen. Dat zou ik niet de duurste editie trouwens doen, hoor. Dat zou ik een van de goedkopere edities doen, zeg maar, om uit te proberen. Als jouw interesse meer in Duitse routes ligt, zeg maar, er is een Duitse versie verkrijgbaar. Daar zit dus niet de Amerikaanse route bij of deze, of de Engelse route. Deze is sowieso een losse aanschaf. Maar wat je dan eventueel kunt doen is, je kunt het uitproberen voor 2 uur. Mocht het jou toch niet leuk lijken, of niet lekker werken of wat dan ook, kun je hem altijd revullen. Binnen die 2 uur. En binnen 2 weken. Kijk, het spoor hier is een stuk beter dan waar we zo net waren. Wij zitten trouwens ondertussen hier. Dus hier is Preston. En dan gaan we hier zometeen nog een branchlijn op. Helemaal tot hier. Ja, in principe is dat kun je bij elke game doen, Mark. Ik zou je aanraden, op dit moment zeg maar, is er op Steam nog steeds zeg maar een autumn sale gaande, zeg maar. En Train Simulator World 4 op dit moment zeg maar, is de full game. Dus inclusief de Antelope Valley Line, de East Coast Main Line en de S-Bahn Vooralberg, de laatste die dat doen wij nog vandaag. Die is maar €30. Daar heb je 35% korting. Je hebt natuurlijk een duurdere editie. Dat is een deluxe edition. Daar zit nog wel weer wat extra bij in. Je hebt een special edition met nog meer. Die is gewoon voor de helft van de prijs. Dus die is €52. Maar bijvoorbeeld mocht jij Duitse regionaal spoor leuk vinden. €30,35. Dat is raar. Dan kun je beter trouwens de Standard Edition kopen. Dan heb je meer routes en ben je goedkoper uit. Even wat gaan afremmen, want ik was de 35 vergeten. Maar dan is de Standard Edition voor €30 valt best mee. En dan kun je gewoon 2 uur lang uitproberen. En als je het niet leuk vindt, dan kun je hem altijd nog niet vinden. Ja, daarvoor raden wij meestal ook aan, koop je content in de sale, je inhoud, zeg maar. Koop de DLC of de games, koop ze lekker in de sale. De autumn sale is nu gaande, dus dat is een iets kleinere uitverkoop, zeg maar. Maar in principe, straks in december heb je natuurlijk de Christmas sale. Dus mocht jij bijvoorbeeld nu zeggen van, hey, ik koop nu bijvoorbeeld de Standard Edition. Je probeert het en het werkt goed op jouw systeem. Dan kun je hem altijd later nog uitbreiden met nieuwe routes. Bijvoorbeeld, waarschijnlijk zal deze route ook best wel in korting zijn. Waarschijnlijk later op. Maar dat zal nog waarschijnlijk even duren. De
Preston. Pacers. De East Coast Mainline. Die komt hier vandaan. Dus wij zitten nu op dit moment op de East Coast Mainline, dit stuk. Ja, ik zou zeggen. Je kunt het altijd proberen, maar okay, je bent niks verplicht. En daarvoor raden wij het dus ook aan. Kijk goed uit, zeg maar. Kijk je ogen uit, zeg maar, in dit geval. En wacht op een sale en je kunt het altijd proberen. We zijn er bijna. Nou, even een paar minuten pauze. Hallo. De tegentrein. Oh, trouwens, voor het geval dat je wil vragen, is er Nederlandse content of inhoud beschikbaar? Nee, er is geen Nederlandse content voor Trains in World. Het enige is Aken. Aken is in principe in de game aanwezig, zeg maar. Maar goed, daar heb je geen Nederlandse treinen of flirts of wat dan ook. Nou, ondertussen moeten wij hier wachten. We hebben hier nog 4 minuutjes. Ik heb één keer hier een scenario gedaan, of een timetable service gedaan. Stond ik hier 25 minuten. Ja, dus die hebben ze achter elkaar hebben ze die gedaan. Dus, ja, nog 2 dagen inderdaad. 7 uur 's avonds, dinsdag, dan is de straat, dan is het einde. Deze is vernieuwd. Inclusief een high intensity light. Ik was benieuwd of wij een intercity zagen. Gewoon Light Logo. Ik zou zeggen, deze doet echt. Toen ik de moderne film, zeg maar, voor de eerste keer zag. Toen moest ik hier, zeg maar, aan denken. Aan deze. En over 3,5 weken begint de Winter Sale. Ja. Dus in principe, dus je hebt een vrij goede kans maken op dit moment. Je kunt ook zeggen van, hey, misschien is de wintersale nog wel wat hoger in korting. Maar ik ga er eigenlijk niet van uit, want het is een vrij nieuwe game. Dus qua basis game. Maar je kunt nu bijvoorbeeld, als je nu alle DLC zou kopen, zeg maar. Want volgens mij zie ik, alle DLC is nu beschikbaar. Dan moet jij denken aan €1100. En ja, je bent niet verplicht om alle DLC aan te schaffen. Ik ben natuurlijk, net zoals met Train Simulator, ben ik vrij vroeg begonnen. In dit geval met Train Sim World eigenlijk vanaf het begin. En natuurlijk moet ik er wel even bij zeggen op dit moment. Ik ben een Dovetail Games Ambassador ongeveer al meer dan 1 jaar. Dus ik heb, volgens mij nog niet meer, volgens mij. Misschien wel 2 jaar. Dat is eigenlijk wel. Ik heb eigenlijk volgens mij meer dan de helft van de catalog nu ondertussen gratis gekregen. Dus, maar dat maakt voor mij de pret niet drukken. Want ik vind het echt leuk gewoon om te doen. Oh ja, het is ook niet de bedoeling dat je. Want er is zoveel content. Er zijn iets van 13.000 services wat je kunt doen nu. En ruim 600 of 700 scenario's daarnaast nog. Scenario's zijn weer specifiek, hè. Want dat is wel mooi aan deze game trouwens, Mark. Als je eenmaal hier zit, zo van.
Met Nederlandse content en train simulator, dan zit je altijd te zoeken naar een scenario. Altijd een scenario moet altijd gemaakt worden van scratch en wat dan ook. En in dit geval, je hebt een complete 24 uur timetable. Natuurlijk is die wel gebaseerd op dat die perfect gaat. Dus je hebt natuurlijk geen, dan moet je zelf wat veroorzaken misschien. Maar anders in principe, zeg maar, wat je hebt, is dat jij, je gaat altijd van A naar B. Je hebt meestal dezelfde services. Alleen dan verschillende tijden van de dag. Je kunt het weer kun je instellen en zo. Daarvoor heb je de scenario's. De scenario's die zijn, spelen zich op dezelfde route af, maar niet in de timetable mode. En in de scenario's, daar zijn ze, daar hebben ze ook alle treinen, alles helemaal geprogrammeerd. En het mooie is, je kunt eventueel, als je wil, kun je zeggen van, hey, ik wil graag wat meer investeren, zeg maar, of mijn tijd investeren. Dan kun je de gratis editor Zifa downloaden. Zifa. Zifa. Ron Berntzel, goedenavond, welkom. Zifa, Zifa, Zifa indeed. En wij mogen zo gaan. De deurtjes doen wij dichtgooien op dit moment. Natuurlijk wel in de game zit erop. In de game. We gaan eraf. Wel even een tip, Mark. Kijk ook even hoe oud de add-on is, zeg maar. Als jij iets met Train Sim World Compatible ziet, zeg maar, dan is het een oudere DLC. Hoe ouder de DLC is, dan kan het zijn dat er eventueel of wat bugs in zitten die niet zijn opgelost. Bijvoorbeeld dat de timetable niet helemaal lekker loopt of een scenario of iets anders. Dat is een mogelijkheid. DTGD heeft volgens mij zoveel mogelijk geprobeerd te fixen. Maar het kan altijd beter. Maar op zich dat, maar verder de pret niet drukken. Wat het eventueel ook is, zeg maar, is als jij bijvoorbeeld een, dan kunnen we wel wat harder. Deze game maakt ook gebruik van layers. Wat layers eigenlijk wil zeggen, zeg maar, is dat jij bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld bepaalde content hebt voor een andere route, waar, waar zeg maar, treinen mee komen, bijvoorbeeld Bremen-Oldenburg bijvoorbeeld, en je hebt een andere Dresden-Riesa route bijvoorbeeld, dan kan het zijn dat een trein van de van andere route, zeg maar, dus van die Bremen route, dat je die kunt rijden in een service mode, dus een trein vervangt, zeg maar, die standaard meekomt met de route. Dus dat is ook een mooie. Dat is een beetje de layers. Dus mag jij in principe, zeg maar, niet alle layers hebben, zeg maar. Dat kan zijn dat je bijvoorbeeld op bepaalde services het niet ziet. Maar het is niet zo dat dan de game in één keer zegt van, oh, je kunt niks meer. Of hij werkt niet meer. Nee, je kunt het gewoon nog doen. Voor het geval, maakt wat uit. Ik was wat aan het rempelen. Laten we verder gaan. Wij zijn op dit moment op weg richting Omskirk. We hebben een speedlimit van 20, want we gaan hier naar rechts. De eerste turnout is 30, de volgende is 20. Vandaar dat ik al 20 rij. Gaan we weer van de East Coast Mainline af, gaan we weer een branchline op.
Nee, dit is een dit model specifiek is gebouwd als de dit is de base, zeg maar. Maar dan hoe die ja, eigenlijk met de motor die meekomt en de transmissie die erin zat tussen 1986 en dacht ik 91, dacht ik. Maar deze speelt ook zich af volgens mij eind jaren 80, volgens mij. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat het een resume speed is, want het is wel op de plek dat wij zeg maar weer 60 mogen rijden. Wordt steeds erger. Ik zei toch dat het erger werd hier. Wij vinden het erg leuk. Bouncy bounce. Ze zeggen, hoe sneller we gaan, hoe beter het gaat. Pace yourself. Operate the pacer for 142 miles. Nou. Mitch Hall was trouwens een station. Is geen station meer. In ieder geval niet in deze tijd. Wat we wel moeten doen is een token ophalen. Het is een token of appreciation. Hallo, hier is je token alsjeblieft. Oh, kan altijd inderdaad. Maar zoals je ziet, we zitten al aardig ver op de tak ondertussen. Maar we moeten nog een flink stuk. Volgens onze dienstregeling
Moeten we om 11:45 aankomen, dan gaan we niet redden. Dat wordt wat later. Inmeld eraan voor ons volgende halte. Oh jee. Remmen! Kom op, je kunt het, je kunt het! Je kunt het! We staan stil. Iedereen ligt nu naar voren. Dat wel. Maar we zijn er. Deurtjes dicht. En we gaan weer door. Bye bye. En ondertussen. We hebben serieus nog één passagier. De rest is allemaal weg. En we zaten vol toen we in Blackpool South begonnen. Het klopt inderdaad nog steeds dat je hier aan de linkerzijkant van allerlei soorten bielsen ziet liggen. Spoorstaven en alles, zeg maar. Dat klopt, want in deze tijd hadden zij dit spoor opgebroken, vrij recent volgens mij. Wij zijn zo net een distance signal, oftewel een voorsein, langs gereden die aangeeft dat wij moeten afremmen.
in ieder geval iets op ons pad komt. Dat is in dit geval een permanente waarschuwing voor de 15. Zoals ik al zei, op deze route, op deze stuk waar we nu rijden, is weer wederom geen EWS actief. Waarschijnlijk wel bij Ormskerk zelf. Dat waarschijnlijk wel. Shortly be arriving at Rufford. Soms kom je hier ook wel eens een keer een AI tegen op dit station. Dan sta je te wachten en dan zie je of een pacer tegenkomen of een locomotief. Want er zijn services dat je een locomotief die kant op moet brengen. Dan is het alleen maar de vraag, waar gaat hij dan heen? Want het spoor waar je naartoe gaat is doorgaand, maar eigenlijk ook weer niet. En ik denk inderdaad dat ik het zo doe dat het volgende scenario ook het tweede en het laatste scenario zou zijn. Ik denk dat ik de Vectron laat vervallen voor vanavond. Ik probeer een beetje in tegenstelling wat tot de afgelopen 2 weken was, ietsjes eerder te stoppen. We hoeven niet zo hard op te trekken, we hebben 15 mijl. Tot voorbij dit zijn. Zoals je ziet, nu staat het 70 weer. Blijft een geweldige trein vinden hoor. Burscoe Junction. Oh, dat is voor dat stukje waarop wat niet meer is aangesloten. En volgens mij is daarna is Ormskerk al. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Dan zien we nog een partijtje Bielsen wil. Ze liggen hier voor het opruimen. Mooi voor in de tuin. Misschien zelf een stukje spoor gaan leggen, dat kan ook. Kost wel wat geld. Maar die 5 meter sporen kan ook.
Zijn we weer bijna. Briscoe Junction. Ook weer een station typisch ouderwets Engeland, oftewel een enorme perron. Ook aan die kant, enorm perron. Was ook een korte treintjes, ja. Vroeger waren de stoomtreinen wat hier reed. Of in ieder geval in deze game eigenlijk, zeg maar, in het tijdvak dat dit, tijdsperiode dat dit gemaakt is, zeg maar. Is dat nog maar enkele jaren geleden. Oh, enkele jaren, misschien zo'n 20 jaar, 30 jaar. Op naar het eindstation Ormskirk. Dan zijn we eigenlijk van Blackpool South helemaal hier langs gereden. De lijn richting Preston, een klein beetje X-Pulse Mainline. En dan vervolgens hier weer. Op de branch line. Gaan we weer. Het is ondertussen wel extreem. Dat stond ons onbekend. mph zometeen een speed limit. Dan houden wij zometeen onze tractiehelm wat af. Eindstation Ormskirk.
gesproken zo de Klaus die zijn verdwenen. Het is een felle zon geworden. We will shortly be arriving at Ormskirk, where this train terminates. Nog één keer de deur gehad, mater. Om. Klik die open. Openen. Gaan wij ondertussen klaarmaken voor onze terugreis. Zout. Ah, we hebben wat meer passagiers. 3. De trein is ondertussen gereed. Maar we gaan niet terug hoor. Wees maar niet bang. We doen even de deurtjes dicht. En dan is het einde. Much bounciness.